Ik denk dat het voor onszelf wel een makkelijke wedstrijd was. Alleen we hadden zelf meer energie in de wedstrijd moeten brengen om het publiek ook te vermaken. En als je een beetje aanzet, kan je vandaag denk ik met 4-5-0 winnen. En dat, dat hebben we nagelaten helaas. Voor ons is het te facile aujourd'hui. Quand on voit comme on joue aujourd'hui, c'était très facile pour nous contre Charleroi. Het ging in ieder geval beter als de vorige keer. Ik was conditioneel wat sterker, alleen ik mis gewoon ritme en dat komt wel in de volgende wedstrijd. En, ja, dat is eigenlijk het enige wat ik nog een beetje mis. Parce que je savais aujourd'hui que je voulais marquer les buts pour les souler d'or parce que j'avais dit même au groupe Lelo au groupe bon je vais marquer les buts pour les clubs quoi. Ik heb het heel erg naar mijn zin en alle faciliteiten zijn heel erg goed. Iedereen die helpt me om zo fit mogelijk te worden en daar doen we alles aan. En ik heb het heel erg naar mijn zin eigenlijk hier in Brussel ook. En, het is een mooie stad en aardige mensen. 3 jours de repos en fait. Tu sais ce que tu vas faire déjà? Je vais rester ici en Belgique. Hein. Oui. Je vais rien faire. Je vais rester en Belgique. Vakantie un peu. Ouais, pour moi, les vacances à la maison, je vais rester à la maison. C'est pour leur équipe aussi. Ik ga naar Nederland toe. Dichtbij huis. Terug naar huis. Ja, even naar huis. Ik ben sinds eergisteren in mijn nieuwe huis en ik moet spullen weer verhuizen. Dus ik heb nog genoeg te doen in Nederland.